Wij produceren gegranuleerde metalen dakpanelen. In feite, dus in platen van 1,33 meter op een breedte van een pan. En die we dan wereldwijd transporteren, verkopen. Wie hebben wij vandaag een kapwerk van zitten? We kopen natuurlijk deel staal aan, naar grondstoffen, want onze basisproduct is staal. Maar dat staal dat we in het buitenland aankomen is toch ongeveer 50%. Dat gaat ongeveer over een 7.000-8.000 ton. Vroeger per vrachtwagen, vandaag allemaal vanuit Antwerpen rechtstreeks van boot naar boot tot aan de haven van Genk. En wat we dan de haven van Genk alleen nog maar hier transporteren. Dus dat is naar de aanvoer van de grondstoffen. Want we denken dat we het ook gaan doen nu met de granulaten die we ook langs de haven laten gaan komen binnenkort. En naar de verkopen toe, naar de afgewerkte producten. Alle containers die gaan naar Afrika, Noord-Europa, US, Japan. Alles gaat nu langs de haven van Antwerpen. Ja. Ik ken de mensen van de haven Genk en dat ze me toen gevraagd hebben, zeiden laat een keer een kostprijsberekening maken. Ik zeg, ja goed, luister, als het mij niet te duurder kost, dan gaan we dan niet over de 1 euro meer, of, daar gaat het echt niet over. Maar, en natuurlijk de service moet fatsoenlijk zijn, we moeten zeker zijn dat onze containers aankomen. Dus prijstechnisch zaten we ongeveer op hetzelfde niveau. Waar we dan wel hier iets meer de mogelijkheden hadden, omdat men een haven van Genk ook nog een deel kon stockeren, nog een deel. Wat ook voor mij tamelijk belangrijk was, dat we zeiden, oké, we verschepen 10 containers in een keer. Nou, dan kun je daar ook van 10 keer rechts op een schip gaan. Dat was één. En de tweede, ja, wij zitten ook met het ISO 14001 certificaat en waar men toch vraagt naar een milieuvriendelijk bedrijf te zijn. We dachten dat ook in de keten van milieuvriendelijkheid, dat we toch een heel deel vrachtwagens gaan uitsparen, zowel naar inkomende als uitgaande goederen, dat we daar toch ook een goede zaak mee doen voor het milieu.